Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Jeffrey, goedemiddag, daar zijn we weer. Ja. Het is alweer een tijd geleden, maar volgens mij zitten we nu in aflevering nummer 5. Vijf alweer, ja. De afgelopen periode, wat me vooral bezig hield, zijn toch wel weer de grote bedrijven, hè, die echt wel met een race tegen elkaar bezig zijn met hoe kunnen we onze tool eigenlijk zo optimaal mogelijk inzetten. Wat kunnen we allemaal binnen één tool integreren? Heb je wat meegekregen van ChatGPT? Uiteraard wel. Ja, GPT heeft natuurlijk nu ook fotosupport, dat je foto's kan uploaden en dat die daar op gaat reageren. Ja, ze noemen het nu dat ChatGPT kan horen, zien en spreken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nu uitgeprobeerd inderdaad met foto's. Het lijkt zo simpel, maar het is eigenlijk zo knap eigenlijk wat ze doen. Het feit dat je een foto kan uploaden, dat kan herkennen wat er allemaal in die foto gebeurt. En dat hij dan ook antwoorden kan geven over de foto. Ja, dat is wel echt... Echt heel bijzonder. Ja. Ik gaf nu het voorbeeld zelf met de fiets. Hè? Dus ik maak een foto van de fiets. Ik wil het zadel omlaag krijgen. Nou, stappenplan, dan moet je dit doen. En dan maak ik nog een foto daarna van een gereedschapskist. Welke sleutel heb ik dan nodig om dit te bereiken? En dat hij dan ook nog de juiste aanwijst van... In geval van dit zadel of deze, moet je dit gereedschap gebruiken om omlaag te krijgen. Echt wel heel bijzonder. Ja, het feit dat hij die kennis heeft en ook kan toepassen, dat is wel echt knap. Ik zag daarna ook een video nog voorbij komen van iemand die op een whiteboard een soort van wireframe uittekenen van een website. Mm-hmm. Met heel simpele basisfunctionaliteiten eigenlijk. En die deelde met ChatGPT en daarna vroeg van kun je dit omzetten naar code? En dat deed hij dus ook, dus op basis van een whiteboard tekening eigenlijk. Ja. En kwam daar een heel simpele, was wel redelijk simpel, een simpele website uit. Dus je kon ergens je e-mailadres invullen en als die volledig ingevuld was, dan kon je dus door naar de volgende pagina. Ja, precies. En dat werkte echt op die manier, dus dat was wel echt heel cool. Dat is wel goed, die ga ik ook proberen. Ik kon het zelf nog niet in ChatGPT, maar jij dus wel? Ja, in de app kun je het al proberen. Okay, ja. Op de website nog niet, volgens mij komt dat eraan, maar in de app kun je het wel al proberen. Ja. Dat is op zich wel interessant. Het is ook wel, in de app kan je er ook heel makkelijk nu tegen praten. Hè? Dus dat hij ook heel goed terugpraat en goed luistert wanneer hij in actie moet komen. En het is wel grappig, want in mijn auto heb ik ook een assistent en die heet Frank. En daar kan ik ook tegen praten, maar die is eigenlijk nog super dom. Dus hij kan de ramen open doen en hij kan de muziek aanzetten. En dat kan je ook op die manier een soort van vragen. Maar als ik vraag, wil je de ramen open doen, doet hij de muziek aan en andersom. Ja, en mijn dochtertje vindt het fantastisch, dus die blijft maar proberen te roepen, maar vanaf de achterbank dan werkt het helemaal niet, dus dat wordt heel boos. Eigenlijk wel mooi, want voordat je ramen heet, open, dicht gaan. Ja, dat het niet werkt, precies. Dat het nog niet werkt op die manier is hij slim. Ja, maar toen ik haar liet horen dat wat ChatGPT kon, hè, dus we stelden een vraag over dinosaurussen en of die daarna een verhaaltje van kon maken, was zij ook echt gewoon flabbergasted van, wat is dit? Wat gebeurt? Wie is dat? En, hoe kan dat? Waar is die persoon, weet je wel? Ze had echt het besef van, dit is wel echt next level ten opzichte van de domme Frank. Ja. Dat is wel echt grappig. Ja, ontwikkelingen. Je ziet steeds meer inderdaad, de kinderen die komen nu ook mee in aanraking. In dit geval is het verhaaltje vertellen. Maar ja, wat er nu allemaal aankomt, dat het wordt steeds meer, steeds beter. En ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld wat je veel in auto's hebt, dat is de oude variant. Dat is inderdaad de simpele variant die gewoon, je zegt iets, oké, kijk of ik in die zin een bepaald commando kan vinden. Dan voer ik dat uit. Terwijl nu met AI kun je veel meer in gesprek voeren. Ja. Snapt hij de context beter. En dan krijg je inderdaad dat hij echt zelf kan bedenken. Je bedoelt dit. En dat hij dan acties uitvoert. En echt super, dat mijn dochter van 3 dan ook daar het verschil gewoon direct in merkt. Ja. Van dat is niet meer iets neps. Het is iets echts. En wat is dat dan precies? Ja, het feit dat ze vraagt inderdaad. Waar is die persoon? Ja. Toen zei ik dat het is een robot. Maar hoe ziet die robot eruit? Weet je? Ja. Dat is wel gelijk. Kun je meer weten, Frank? Maak even een robot van Frank. Ja. Afbeelden. Over Frank hebben ze dat nooit gevraagd. Ja. Dat is wel grappig. En over die, we noemden net dus de race. Dus de grote bedrijven die al die dingen integreren. ChatGPT dus nu al die dingen samenvoegt. Maar Google is ook wel heel hard bezig. Hè? Met extensions. Ja. Is nog niet in Nederland uit.
Maar je kunt zometeen alle apps van Google's eigenlijk aan- en uitzetten binnen Bard. Dus dan kun je connecten met Maps, met YouTube, met alles wat ze eigenlijk hebben. Dat is ook wel echt wel... Ja, dat is natuurlijk ook wel wat ze vanaf het begin een beetje aankondigden. Ja. We gaan dit met ons hele landschap integreren. Met het feit dat je straks inderdaad in je mailclient gewoon in Gmail kan zeggen... Oké, schrijf een mailtje aan deze persoon formeel over dit onderwerp. Of schrijf een klachtenmail, noem maar wat. Bam, hier is je mail. Ja, en zelfs zover denk ik dat als jij meerdere keren een klacht hebt gestuurd naar datzelfde bedrijf, ja, dan kun je dus als je connected bent met Gmail, dan kun je zeggen, maak een samenvatting van al mijn 10 eerder verstuurde mails, zodat ik nog een keer een boze e-mail of zo iets daarna kan sturen. Ja, als je inderdaad inzicht krijgt in al je mailtjes, dan moet je natuurlijk vragen, moet je dat willen? Dat is in ieder geval wel wat ze gaan doen. Dus dat is echt wel ook heel bijzonder. Maar het feit inderdaad dat je over... gewoon contextueel over je mail en dat ze dingen kan vragen. Dat is natuurlijk super. Als je zegt, ik heb die persoon inderdaad al 5 mailtjes gestuurd. Er komt nog die tot punt. Maak even een samenvatting en schrijf even met een beetje een boze toon van doe hier wat mee. Ja, dat heeft toch wel een grotere impressie dan dat je zelf weer een mailtje in elkaar typt. Natuurlijk komt het vanuit jou, maar vaak als je formele teksten gebruikt, dan zijn bedrijven eerder onder de indruk. Dus dat, Zeker. En als je het zo meteen ook dus kunt combineren met YouTube, ik vraag wel eens, maak een stappenplan voor dit of dat. Ja. En dat doe ik nu vooral veel met ChatGPT. En dan komt nu een mooie, iets met creatieve bijna ideeën over hoe ik zou iets kunnen voltooien. Ja. Maar Google die gaat nu dus een stapje verder zometeen door ook al direct YouTube-video's er misschien bij te voegen. Hè? Van dit is dan wat je bedoelt en misschien kun je hier nog wat van leren. Ja, precies. Ja, de integratie is natuurlijk... Ja. Ze hebben al zo'n breed landschap dat ze het eigenlijk overal kunnen implementeren. Ja. In principe wat je nu al krijgt is dat ze hele YouTube-video's al omzetten naar tekst. Natuurlijk gewoon transcriptie maken. En daar al op die manier vragen mee kunnen beantwoorden. En als je dan straks inderdaad je mail ermee kan regelen, in principe je hele de drive die ze hebben natuurlijk, je hebt Excel bestanden, je hebt spreadsheets zoals ze dat noemen, de docs. Ja, als je daar ook allemaal die extra hulpjes krijgt, het is een hele power move van ze om dat echt op die manier te gaan doen. Ja, dat is voor de workspace super relevant, maar ook voor je privé als je... ook ergens naartoe wilt en je wilt iets eten, waar ga ik eten? En dan met Google Maps route gekoppeld, prijzen erbij. Ook recensies samengevat van ik zou op basis van jouw voorkeuren, zou dit dan misschien passen? Ja. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Ja. Ja. Inderdaad, wat ik net zei, moet je het willen? Het is natuurlijk wel een beetje een data dingetje. Om hun die mogelijkheden te geven, moeten ze bij je data kunnen. En dan is inderdaad afwegen, wil ik mijn data aan ze openstellen of niet? Nou, dat moeten we inderdaad gaan verkennen. Ik denk dat de meeste mensen die geven nu al heel veel data aan Google, omdat ze willen dat Google voor hun navigeert. En dit zal denk ik op die manier hetzelfde. Het zal inderdaad zijn van, privacyverklaring of we gaan je data op deze manier gebruiken. Ga je daarmee akkoord? Ja, hier zijn alle functies. Nee, dan niet. Dan krijg je niet al die bonusdingen. Ik denk dat op die manier gaat werken, dat heel veel mensen dan gaan zeggen van, het zal wel. Ze hebben toch wel even snel naar beneden en ik klik op oké. Ja, precies. Ik ga dit niet lezen. Klik, klaar. Dus het wordt even kijken wat daaruit gaat komen. Ik denk dat we het voor ons als bedrijf ook even goed moeten gaan verkennen. Want wij willen natuurlijk ook niet zomaar dat onze bedrijfsmail allemaal publiek komt. Ja. Of publiek komt, gedeeld wordt met een extern bedrijf. Ja. Ook wij als bedrijf moeten naar gaan kijken. Hey, ik heb nog wel een leuke innovatie van Meta voorbij met een zonnebril waar je dus tegen kunt praten. Hè? Een beetje het oudere idee van Apple misschien al. Ja. Maar nu ook dus dat die ook mee kan kijken is het idee. Hè? Dus dat je zegt van ik zit in Japan in een restaurant, ik heb de menukaart, ik kan het niet lezen. Maar dat dan die bril het voor je kan lezen, vertalen naar, zodat je het ook kunt begrijpen. Ja. Denk je dat daar een toekomst in zit, in dat soort applicaties? Google Lens kan een soort gelijk misschien een beetje al. Ja, Google Lens was natuurlijk een beetje een vooruitloper daarin. Die had nog niet echt de AI, maar meer gewoon, je hebt een computer zichtje, je hebt een beeldje erbij. Daarin is dit denk ik de eerst haalbare stap daarin. Natuurlijk, het uiteindelijk doel is dat je echt een schermpje krijgt waarop informatie wordt laten zien, waarmee je het live kan kijken. En dat wordt nu bijvoorbeeld door Meta met hun Quest, met de Quest Pro. Dat is echt een VR-headset die ook AR, dus augmented reality en mixed MR, dus mixed reality kan doen. Die kan alles. En die kan inderdaad al informatie laten zien. Maar dan heb je echt een hele bril over je hele gezicht heen. Want je moet het schermpje op het juiste moment of het juiste plekje hebben.
Ik denk dat dit de eerst best haalbare is. Niet gelijk de informatie laten zien, maar laten horen. Ja. Dat is natuurlijk ook voor, misschien voor meer mensen toegankelijk. Dat je nog een soort van makkelijker over straat kunt. Zonder, ja, precies. Ja. Toen ik het zag, dacht ik echt, dit lijkt heel erg op Snapchat. Die heeft een paar jaar geleden ook een soort bril uitgebracht, ook met camera's erin. Dan kun je allemaal effectjes doen om met Snapchat te gebruiken. Dus ik dacht, hebben ze nou zoiets weer gebouwd? Alleen dan onder de naam van Meta. Maar hier hebben ze wel echt nu inderdaad iets van AI ingebouwd. Dus je denkt, nou, net zo, hey Google, ja, kun je ook hey Meta doen. Het is conversational AI, gekoppeld, ja, aan dat hij ook kan zien en daar ook iets over kan zeggen van, hey, wat zie ik nu? Kun je me helpen? Ja. Ja. Hey Google, reageert op mijn... mijn telefoon gaat af. Ja. Hij doet mee. Ja. Dus ja, dat... YouTube opdracht. Ik pak mijn telefoon even bij, want hij heeft er zin in. Mooi. Maar ja, op die manier krijg je natuurlijk ook dat het zonnebril gaat meerekenen. Natuurlijk krijg je minder stel dat je hey Meta zegt. Maar ja, als jij het zegt of iemand anders zegt het, dan hoort in één keer bij je oren bussen van ja, waar kan ik je mee helpen? Nee, de buurman nog steeds activeert of andere mensen in de omgeving. Ja, dat is natuurlijk een beetje de uitdaging erin. En hoe Google dat heeft opgelost, die traint hem als het ware op je stem. Dus als ik het zeg, dan reageert hij erop. Tenminste, je kunt hem trainen op je stem. Mm-hmm. Ik gok dat Meta ook zo gelijk iets zal gaan doen. Maar ja, ik denk dat het wel de eerstvolgende toepassing is. Ik zag toevallig ook, in de afgelopen weken was volgens mij een van de, is natuurlijk het mode, de modewereld is ook actief. En volgens mij was de afgelopen weken een bepaald evenement weer voor modeshows. Ik ben niet heel erg betrokken bij de modeshows, maar hoorde ik wel. En ook daar was er een bedrijf dat een AI-pin heeft gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon een soort broché. Oh, ja, ja. En dat heeft gewoon een cameraatje en die kan dan projecteren en de functies moeten nog publiek worden bekendgemaakt, maar ze liet hem wel al zien gewoon als model. Dus dan heb je, ik weet nog niet wat het doet, maar ze zeggen dat je in principe dus zonder je telefoon te koppelen een cameraatje kan dragen en die kan voor jou kijken en dan kun je misschien ermee communiceren of dan kan die dingen voor je projecteren, herkennen en dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar, maar dat is ook weer een voorbeeld van accessoires met AI. Ja, ja. Dat is nu denk ik wel echt een markt die heel erg gaat spelen. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat... Iets wat je al standaard soort van bij je draagt en wat dan die functionaliteit heeft, waardoor je, ja, niet extra hoeft te doen, denk ik. Dat precies. Ja. Ooit misschien wel dat de telefoon op die manier ook vervangen. Wie weet, dat je in principe gewoon straks een horloge hebt. Natuurlijk heb je nu al smartwatch, maar dat je telefoon nu hebt, maar alles gewoon via je horloge doet. Dat is natuurlijk het meest makkelijke, maar hetzelfde dat je dat misschien dat in je bril als je die op hebt. Ja. Noem maar op. Ja. Vandaar de zonnebrilkeuze van Meta misschien. Ja, als die schijnt. En je noemde net ook over de beetje de privacy overwegingen bij het gebruik maken van verschillende modellen of een model. En wat deel ik wel, wat deel ik niet. En we krijgen nu steeds meer vragen ook over conversational AI. Dus bedrijven die hun eigen ChatGPT of in ieder geval een chatbot model wat AI gedreven is, willen gebruiken voor hun eigen dienst, hè, wat ze doen. Wat zijn een beetje dan de overwegingen waar je rekening mee zou moeten houden van met het maken van keuzes, welk model kies ik en ga ik gebruiken? En, Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van welke lagen van veiligheid je wil hebben. Natuurlijk, je kunt services gebruiken, zoals bijvoorbeeld OpenAI, die hebben gewoon hun AI gehost. Dus dan gebruik je een aparte externe service. Daarvan zeggen ze natuurlijk, ja, we gebruiken je data niet, maar je bent nog steeds je data extern aan het versturen. Ja. Dus je kunt inderdaad Google gebruiken, OpenAI gebruiken, Meta heeft natuurlijk services, noem maar op. Maar dat zijn externe services. En dan heb je nog steeds een soort, natuurlijk kun je dat verantwoorden. Dan kun je zeggen, ja, het gaat naar een bedrijf, groot bedrijf, dat staat voor de veiligheid. Ze zeggen dat ze... Zij hebben deze regels, dus daar houdt precies. Daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Maar mocht je zeggen, ja, dat wil ik gewoon niet. Het mag niet extern gaan. Ja, dan moet je gaan kijken, okay, welke functionaliteiten moet ik hebben? En dan ga ik het zelf hosten. En dan moet je net gaan rondkijken, okay, wat zijn de mogelijkheden? Welke modellen zijn er beschikbaar? En natuurlijk, wat zijn de kosten voor het zelf hosten? Het is heel goedkoop om het bij zo'n grote partij te gebruiken. Maar als je zelf straks gewoon een warmtekacheltje hebt staan, gewoon een hittekachel, dat kost natuurlijk klauw met geld. Dus dan zijn de afwegingen ook kosten versus welke functionaliteit versus hoeveel privacy / data sharing wil je doen. Dus, dus privacy is daar één van. Waar host ik het? Maar dat is ook dus deels privacy gerelateerd. Ja. Maar ze hebben natuurlijk andere kosten die je misschien in overweging neemt. Van de ene is misschien duurder dan de andere om het genereren van teksten. Kwaliteit misschien, hè? Dus... Kwaliteit ook heel erg. Ja, je hebt natuurlijk verschillende grote modellen. Van een paar miljoen parameters naar een paar miljard. Naar tientallen miljard en 100 miljard. Noem maar op. Je kunt het zo gek maken als je wil. Alleen
alleen hoe groter het model, hoe meer rekenkracht je nodig hebt. En dat maakt eigenlijk dit nu zo lastig. Mm-hmm. Je ziet steeds meer dat er komt nieuwe technieken die het beter aankunnen. En het wordt steeds makkelijker mogelijk gemaakt om het ook zelf te hosten. Mm-hmm. Maar ja, die grootste modellen, wij als klein gebruikers, om het zo te zeggen, wij hooguit dat wij een paar honderd man het gebruikt bij ons. Mm-hmm. Maar als je bedrijven hebt zoals OpenAI, die hebben miljoenen gebruikers. Ja, die hebben gewoon hele serverruimtes vol met rekenkracht staan. Ja, en dat is voor ons niet rendabel. Dus nee, want de performance is natuurlijk ook altijd nog relevant bij het maken van een keuze. Ja. Wat je die kiest, hoe snel is het? En, ja, dus dat maakt het gewoon heel lastig. Ja, je wil natuurlijk het maximale uit de privacy halen. Want je wil, ja, jouw data is van jou, dus dat wil je bijhouden. Maar op heel veel vlakken word je op dit moment gewoon nog beperkt door het aantal door hoeveel rekenkracht je nodig hebt. Dus dat maakt het gewoon heel erg lastig. Nou, maar je kunt er ook gewoon van uitgaan dat als we het wel bij hen hosten, ja, als we daarvoor kiezen, want dat is dan wordt veilig geacht bij de grote. Ja. Veel bedrijven maken ook gebruik van Google Workspace, omdat dat veilig wordt geacht. Dus dan kan ik ook misschien wat model van Google of van Microsoft gaan gebruiken natuurlijk. Je moet inderdaad gaan kijken, oké, wat zijn hun reglementen daaromheen? Ze hebben natuurlijk allemaal een heel documenten vol aan uitleggen hoe zij met onze data omgaan. En daar zul je naar moeten kijken, van kan ik me hierin vinden? En bij het maken van de keuze is misschien ook nog wel interessant van hoeveel kan ik ermee integreren? Hoe makkelijk kan ik erop eigenlijk op bouwen? Hè? En hoe flexibel is het model dat ik hem kan trainen met mijn eigen data? Ja, dat is ook weer een beetje afhankelijk van de toepassing natuurlijk. Mocht je inderdaad echt willen gaan fine-tunen en dat soort dingen, dan moet je ook een model hebben wat dat kan. Ja, en makkelijk kan bij voorkeur. Makkelijk kan het liefst, want je wil natuurlijk niet te veel tijd aan spenderen. Je wilt bezig zijn met product maken, niet per se met het fine-tunen van het model. Dus ja, ook dat weegt weer mee in je keuzes. Het model dat je kiest is afhankelijk van zoveel verschillende punten. Privacy, kosten, functionaliteit, een hele grote. En inderdaad... De performance, misschien ook wel de onderhoud. Kwaliteit, ja. Tal van factoren om rekening mee te houden met het maken van de keuze daarin. Ja. 100%. Dus dat maakt het gewoon heel erg lastig momenteel. En het komt steeds meer en het wordt steeds toegankelijker, maar het is het zo hard om te ontwikkelen dat de techniek het niet kan bijhouden, laat ik het zo zeggen. En Spotify was ook bezig, had ik voorbij zien komen. Dus de podcast die wij nu aan het opnemen zijn, die zijn binnenkort ook in het Japans te horen, maar dat gewoon met onze stemmen erbij. Ja. Dat is ook best wel een grappige functionaliteit. Ik ben heel benieuwd. When you say the word toxicity, how are you defining that? You're saying like toxic chemicals que introducimos en nuestras vidas, en nuestra piel, consumimos, inhalamos, tenemos a nuestro alrededor y que están en nuestros alimentos, etc. How do you think? O sea, a modo de consejo, ya que lo estamos platicando, a diario, ¿qué opinas sobre los problemas difíciles del mundo? You don't have to be in show business, but what I've discovered is how fun it is to have the same trabajo y poder hablar de eso todo el tiempo. Volgens mij zijn het nu alleen nog een x-aantal podcasts grotere geselecteerd die dat dan misschien in een aantal talen volgens mij kunnen. Ja, gewoon pilot inderdaad om te testen. Maar ja, het is natuurlijk wel het ultieme wat je als Spotify kan doen. Je wil natuurlijk je aanbod kunnen uitbreiden. En hoe kun je dat nou beter dan elke gebruiker die Spotify heeft, of elke Spotify gebruiker elke podcast kunnen aanbieden. Elke podcast kunnen wij straks luisteren in onze eigen taal. Nog steeds gesproken door de originelegene die hem... Dat is natuurlijk super gaaf dat je elke podcast nu kan horen, want er zijn natuurlijk heel veel podcasts die misschien in andere talen zijn, dat je denkt, iedereen zegt dat dit een goede podcast is, maar ik snap hem niet. En zo meteen kun je hem dus wel luisteren, dus dat maakt het wel echt, ik ben heel benieuwd. Ik ga natuurlijk ook naar mezelf luisteren in het Japans. Ik ben super benieuwd hoe ik in het Japans klink. Ja. Maar ja, de mogelijkheden daarin. En zo zie je de taal zo meteen gewoon, dat wordt geen barrière meer, toch? Ja. Of het nou in mijn bril zit, of in mijn telefoon, of ergens. Je ziet steeds meer dat taal valt weg. Ja. Natuurlijk, in persoon spreek je nog steeds. Spreek je eigen taal nog soort van, maar het maakt niet uit. Maar straks online is er geen taalbarrière meer. Dan, je kunt nu natuurlijk, als je een website bezoekt, doe je rechtermuis om vertalen naar een bepaalde taal. Dus bijvoorbeeld met Google. Maar straks kun je dat dus ook met video's, verwacht ik. Er zijn nu al tools die video's kunnen omzetten. En dan als het ware je lippen kunnen zinken, of je gezichtsuitdrukking kunnen zinken met de andere taal. Zodat je praat in één keer in Spaans aan het praten bent. En dat is natuurlijk een andere manier van je mond bewegen. Dat die ook gezinkt is met hoe je het in het Spaans zou doen.
Of in het Italiaans of het Portugees of het, ja, noem maar op. Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Wat tegelijkertijd natuurlijk ook wel een uitdaging met zich meebrengt. Want je ziet nu ook echt een toename aan deepfakes. Dat is natuurlijk ook wel een gevaar hierin. Hoe geloofwaardig is het nog? Wat is zometeen echt en wat is niet echt? Ja. Dat blijft de grote dus vraag. Hoe leuk het ook is, het brengt natuurlijk ook de andere kant ervan is minder leuk. Dus ja, blijf daar vooral alert op. En vertrouw niet alles wat je ziet zomaar. Ja, dus dat... Goeie tip. Nou, bedankt voor je tijd wederom. Peter, ook bedankt. En tot nummer 6. Volgende keer. Ja, tot de volgende. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.